Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Ghost Adventure, uitgegeven door Geronimo. Dit is een spel voor 1 tot 4 spelers waar je ongeveer een 15 tot 30 minuten mee bezig bent. En in dit spel kruip je in de huid van een spookmuisje wat probeert de wereld te redden van allerlei boze geesten. En om dat te doen is zij in een tol gekropen en gaat ze daarmee over de verschillende werelden op zoek naar boze totems om die uit te schakelen. Het is een coöperatief spel wat behendigheid combineert met snelheid en het rond te laten draaien van een tol die je vervolgens moet gaan bewegen. Super grappig concept, dus laten we snel maar eens gaan kijken wat er precies in deze box zit. Het spel is bedacht door Vladimir Vatin en wij krijgen de spelregels in het Nederlands. Het is geen complex spel, de regels zijn gemakkelijk. Maar er staat natuurlijk nog eventjes wat uitleg van de verschillende symbolen, de missie, wat wel en niet mag. Keurig met voorbeelden uitgelegd. Dan krijgen we de inlay en dat vind ik wel heel mooi. Je krijgt bij dit spel, zoals ik al zei, een aantal tollen. Je krijgt er eentje die je handmatig kan laten spinnen. En je krijgt er eentje, als handmatig wat lastiger is, waar je zo'n ketting bij hebt die je kunt gebruiken. En je hebt stickers die je erop kan plakken en natuurlijk de levenselixers. En die zitten in een box. En om te voorkomen dat die box door jouw grote doos heen schudt, zit dit ding erbij. En dat vind ik echt gewoon heel erg leuk verzonnen. Maar dat betekent dat je het spel ondersteboven links recht kan houden zonder dat dit alle kanten op schudt. Nou, gewoon slim gedaan. Dan krijgen wij het missieboek. Daar staan in gewoon de verschillende missies die je kunt uitvoeren. Kleuren om de moeilijkheidsgradaties aan te geven. En we krijgen zelfs een heel avontuur wat we kunnen spelen. Aan de hand van een stripboek waarbij we verhalen meemaken. En dan op een gegeven moment krijgen wij de missie die we moeten doen. En dan gaat het verhaal weer verder. En dan wordt je speler erbij meegenomen. Nou, uitleg van hoe je de stickers moet plakken en hoe je de tol kan gaan activeren. En dan krijgen we 4 dubbelzijdige borden met verhogingen erin, zoals jullie hier kunnen zien. Deze heeft 3 verschillende niveaus waarop je kan tollen. En ze zijn, zoals ik al zei, allemaal dubbelzijdig met prachtig artwork en een mooie glans erop. En beschermingsfolietjes om ertussen te leggen. Maar dat is wat we krijgen. Laten we gewoon maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Je kunt ervoor kiezen om gelijk aan het verhaal te beginnen. Of je kiest een losse missie uit het missieboek. Waarbij de kleur aangeeft wat de moeilijkheidsgradatie is. Groen is gemakkelijk, oranje is gemiddeld. Rood is moeilijk en paars zijn de meest uitdagende. Verder krijgen we aan het begin van het spel 3 levenselixers open. En eentje al leeg. En we leggen natuurlijk de 2 tollen en de verschillende panelen binnen handbereik. De 2 tollen, iedere speler mag zelf kiezen of hij gebruik wil maken van deze tol. Of dat hij inmiddels ik noem maar even de kant-en-klaar tol doet. Die heeft als voordeel dat je misschien er iets harder mee kan draaien. Maar dat is een beetje afhankelijk van waar je kwaliteiten liggen. Maar je kunt dus zelf kiezen welke tol je inzet als je een tol moet neerzetten. Het doel is om gezamenlijk een missie tot een succesvol einde te brengen. Je speelt dit spel ook staand, waarbij je dus allemaal een bord krijgt. En de missie geeft aan welke zijde er gebruikt wordt. En daarmee probeer je dus een tol te gaan bewegen naar een bepaalde positie. Lukt ons dat, dan gaan we door naar de volgende missie. Lukt dat niet, dan zullen we het nog een keer opnieuw moeten proberen. Maar laten we maar eens gewoon gaan spelen. Voor dit voorbeeld ga ik gewoon naar het eerste verhaal. En de eerste missie geeft aan dat we deze 4 werelden nodig hebben. We hebben de gele wereld nodig, die heb ik hier liggen. De groene wereld, die hebben we hier liggen. We hebben de lava wereld nodig, die zit hier. En we hebben dit moeras nodig. Dus dat zijn de 4 werelden die we nodig hebben. Nou, ik speel in mijn eentje. Dus dan moet ik het mezelf even een beetje makkelijk maken. Dus ik stapel ze op in de juiste volgorde. Ik leg de tollen binnen handbereik. Dit zijn altijd de startlocaties. Dus daar begint jouw tol altijd. En van daaruit moet je bewegen naar bepaalde symbolen. In dit geval moeten we naar de konijn met het karretje, met de zakken erin. En vanaf dan, als we dat aangeraakt hebben, mogen we naar de volgende wereld. En daar moeten we op zoek naar het hout, enzovoort, enzovoort. De konijn met de kar, die bevindt zich hier. Dus dat is in principe mooi op het pad
richting het einde van het bord. En om zo'n symbool aan te raken, moet je er even je tol op stil houden. En vervolgens mag je weer verder gaan. Nou, dit soort pijlen, dit zijn de randen van het bord. En vanaf daar mag je de tol naar het volgende bord bewegen. En dit zijn de makkelijke missies, dus die zijn goed te doen. Maar je zult ook merken dat je soms andere symbolen wilt hebben of andere verdiepingen nodig hebt. Om naar een andere verdieping te kunnen gaan, moet je gebruik maken van deze driehoekjes. Dat zijn de springplanken. Als je tol daar draait, dan mag je het bord een zetje omhoog geven, waardoor de tol springt naar een ander niveau. En dan kun je daar weer verder gaan. Komt hij terecht in dit soort gaten, dan is hij gewoon af. En dan moet je hem oppakken, levertje dichtdraaien en dan weer opnieuw beginnen vanaf je laatste save point. En dat is dus het laatste punt waar je de tol op gelanceerd hebt, het laatste steencirkel. Verder zie je dat je hier ook weer extra levens kan halen als je daarop kan komen. Val je van het bord af, ben je natuurlijk ook een leven kwijt. En dan hebben we vervolgens nog deze symbolen, die vierkantjes. En die vierkantjes zijn teleportaties. Met een teleportatieknop kun je een tol gelijk ook naar een ander plateau bewegen. En dan hoeft het niet per se op dit startpunt. Dus dat is dan wel weer een voordeel waar je gebruik van kan maken. Nou, hoe gaat dat eruit zien? Ik ben in mijn eentje, dus dan zal ik het een beetje... ik gebruik even de valsspeeltol, zullen we maar zeggen. Je lanceert je tol. Je probeert hem te stabiliseren. En dan vervolgens ga je hem door het parcours bewegen. Nou, even stilstaan op het konijntje. Oké, dat hebben we gecheckt. En dan gaan we hier door naar het volgende bord. Nou, ik ben daar binnen. Hier zo moet ik de plankjes hebben. Nou, ik heb hem duidelijk niet genoeg kracht gegeven, maar vooruit. Ik sta weer even stil op de plankjes. En ik beweeg hem door. Ja, dat is niet helemaal netjes. Officieel miste ik dit stuk. Dus dan moet ik opnieuw beginnen bij mijn laatste save point. Elke keer als je de tol opnieuw moet spinnen, moet je een cirkel dichtdraaien of een flesje dichtdraaien. Je zet er weer een nieuwe tol op en je gaat weer vervolgens door. Je hebt ook alle symbolen die je gehad hebt, moet je weer opnieuw aanraken. Dus ik moet deze weer even opnieuw pakken. En zachtjes, ja, ik ben er niet zo goed in, zie ik alweer vandaag. Maar met z'n tweeën kun je daar iets meer in bewegen. Kom je bij zo'n jumppunt, dan mag je van daaruit de tol in de lucht gooien. Nou, dat is niet zo'n heel mooi voorbeeld. En dan kun je dus op een ander niveau weer verder. Maar ja, dan zit je een beetje aan de rand van het bord. Dat is wel weer lastiger. Je mag nooit, het kan natuurlijk gebeuren dat je per ongeluk op zo'n verhoging komt. Dat is niet toegestaan, dan moet je hem weer eraf schuiven en naar de doorgaande weg gaan. Je hebt bepaalde levels waarbij je vanaf de ene kant van het bord naar de andere kant moet gaan springen. Daar heb je dus vooral die teleportaties voor nodig. Als je dus bij zo'n teleportatie komt, even kijken of het me lukt voor de camera. Moet je zorgen dat je hem omhoog gooit, andere kant van het bord pakt. En dan weer verder gaan. En als je, ik ben nu zo lang aan het ouwehoeren, nou, ik weet nog net het save point even te raken. En dan kan ik vanaf daar weer verder. Mocht het misgaan, je ziet al dat hij bijna uitgerold is, moet ik toch weer een levertje dichtdraaien. Maar nu ben ik in ieder geval op de andere kant. En dan kan ik vanaf daar weer verder gaan met mijn missie. En zo heb ik in ieder geval die gekke jump naar de andere kant weer overleefd. Maar dat is het basisprincipe. En zo gaan we dus van bord naar bord. Proberen we de symbolen te raken. We proberen op die save points te komen. Hoppata, volgende bord. We pakken weer wat we nodig hebben. Ik weet niet eens wat ik op dit bord moet doen, maar vooruit. Voor het voorbeeld, hoppata. Ga naar het laatste bord. Ik heb al zoveel tijd verspild dat mijn tol een beetje aan het einde van zijn latijn is. En dan met mijn laatste tol moet ik, wat is het laatste symbool wat we zoeken? Even kijken. Dat is het hutje met de verlichting erin. Waar zit die? Even kijken. Ik zie hem niet eens. Oh, ik zit verkeerd om. Dit was het laatste bord. Ik heb er alweer een zootje van gemaakt. Maar zodra je het laatste symbool hebt aangeraakt, heb je de missie voltooid. En dan ga je door naar de volgende. In dit geval een stukje verhaal erbij. En dan gaan we weer deze vier verhalen doen. Nou, die zijn allemaal nog in de categorie groen. Dus dat is nog een makkelijke. En dan krijg je wat moeilijkere missies enzovoort enzovoort. Maar op die manier test je je behendigheid en ook het samenspel met de andere spelers. En of je beter kan tollen met de losse tol of dat je daar toch liever deze set met de rails voor gebruikt. Maar zo wordt Ghost Adventure gespeeld. Die
idee, de vormgeving van Ghost Adventure vind ik ontzettend leuk gevonden. De speelborden zien er prachtig uit, heldere kleuren, grappige symbolen met allerlei details erin verwerkt. En af en toe pittige bochten en vormen om doorheen te komen. En daarnaast heb je de verschillende tollen waar je een sticker op plakt. Ook daarbij zijn de instructies duidelijk dat je wel zorgvuldig moet plakken om te zorgen dat de balans van de tol niet kapot gaat. En omdat die tollen natuurlijk af en toe van het speelbord op de grond zullen kinkelen of ergens anders, heb je ook een heleboel reserveonderdeeltjes. Dat zijn die witte staafjes in de tollen erbij zitten, zodat je die weer kan vervangen als er eentje stuk is aan de onderkant. Dus ook daarin is keurig voorzien. Maar het idee, het concept dat je dus een tol gaat balanceren en die probeer je door die wereld te bewegen. Soms laat je hem springen, zodat hij naar een ander niveau gaat om symbolen te raken, vind ik heel grappig en heel erg leuk gevonden. En het is pittig uitdagend. Is het een spel voor de hardcore gamer? Nee. Is het een spel voor families en met jongere kinderen? Absoluut. Het tollen op zich is natuurlijk al leuk. En ook als je dat meer doet, word je er steeds beter in. En zul je misschien minder snel grijpen naar de tol die je een zetje geeft middels het draadje. En zul je gewoon zelf de tol een draai geven en laten gaan. En ook de behendigheid die je krijgt, in het manoeuvreren van de tol, het laten bewegen, het overgeven naar de volgende speler, is ook super gaaf om te doen. En dat concept is gewoon leuk. Het spelidee, het spelmechanisme op zichzelf, is natuurlijk heel simpel. De tol begint op een start, een save point. We gaan op zoek naar het juiste symbool, daar staan we even stil. We gaan naar het volgende niveau, daar doen we hetzelfde. En elke keer als je zo'n save point, zo'n stenen cirkel raakt, dan heb je in ieder geval dat onderdeel van je quest, je verhaal, heb je al veiliggesteld. En dat moet je doen binnen een bepaald aantal leventjes, die je ook eventueel weer terug kan halen. Maar dat is ook weer tricky. De regels zijn dus redelijk eenvoudig en gewoon het plezier wat je haalt uit het knutselen en het tollen is super gaaf. En dat alles maakt Ghost Adventure gewoon tot weer een heel fris, bijzonder spel, gewoon met een heel uniek mechanisme en een toffe vormgeving. En het is gewoon pittig uitdagend. En wat ik al zei, ga ik dit als veelspeler vaak op tafel leggen? Waarschijnlijk niet, maar een vriend van mij met jonge kinderen die zei van, oh, dit spel gaat bij ons heel veel op tafel komen, want die is toevallig gek met tollen. En dan zo'n combinatie van een behendigheidsspel samen met de kinderen. En dat is natuurlijk geweldig. En ik heb gemerkt dat ik het dan ook gewoon echt heel erg leuk vind om dan één paneel ertussen te zijn. Een schakel in de hele ketting. En het samenwerken van dit spel is dan natuurlijk super gaaf om te doen. En dat alles maakt Ghost Adventure gewoon tot een uniek coöperatief spel met een mooi avonturenboek, prachtige vormgeving en gewoon een heel erg bijzonder en vermakelijk concept wat speelt met de behendigheid van de spelers. En dat is iets wat ik kan waarderen. En daarom heeft Ghost Adventure van mij een dikke 7 gekregen. Not spellen zolder.